Zoals u ziet staan de Japanse kersenbloesem staat nu in bloei. En deze bloeit ongeveer een week. En dat is weersafhankelijk. Dus we hebben een heel warm voorjaar gehad. En dat maakt het dat de kersenbloesem nu al in bloei staat. Het is altijd zo dat 12 april komt de Japanse gemeenschap hier naartoe. Is het dan eigenlijk uitgebloeid hier? Ja, op 12 april is het uitgebloeid. Dan zijn alle kersenbomen staan dan in het blad, dus dan zal het hier helemaal groen zijn. Het is aangelegd voor de Japanse gemeenschap. Zij vieren hier de lente. En verderop in het bloesempark ligt een monument ter nagedachtenis voor de slachtoffers van het tsunami. Moeten jullie het park hier speciaal onderhouden? Dit park wordt wel intensief onderhouden. Het gras wordt wekelijks gemaaid en de kersenbomen worden ook onderhouden. Verder is er geen speciaal onderhoud. Het is natuurlijk heel mooi weer geweest de afgelopen weken. Hoe is het met de rest van het Amsterdamse bos gesteld op dit moment? Ja, de natuur loopt echt wel 2 tot 3 weken vooruit. De sleedoorn staat in bloei, wilgen bloeien. De natuur heeft zich volledig aangepast. De ganzen zitten al op het nest. De uilen die hebben jongen. Ja, de natuur, de lente is in volle gang. Jullie laten het gewoon een beetje zijn gang gaan eigenlijk? Ja, precies. Wij laten de natuur zijn gang gaan. En die redt zich heel makkelijk.